Hallo, ik hou van kamperen en ja, als we gaan kamperen nemen we ook altijd spelletjes mee. En ja, wat zijn nou leuke buitenspelletjes of misschien wel binnenspelletjes om mee te nemen naar de camping of op vakantie? Laten we dat eens even gaan tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag wil ik campingspelletjes gaan tekenen. Ja, het is campingtijd, vakantie, kamperen. Wat neem je nou mee naar een camping als een leuk spel voor op de camping? Nou, een aantal jaar geleden heb ik het spel Cups aangeschaft. Ja, dat is echt heel leuk. Je hebt een houten toren, zeg maar. Die zet je in het midden. Even tekenen zo. Die zit je in het midden, dat is zeg maar de koning. Heeft ook echt zo'n die houten punten zo. En ja, die moet je aan het eind moet die omgegooid worden. Er zit hier nog zo'n vreesrandje in. Die komt in het midden te staan. En dan aan de buitenkant heb je houten blokken staan. Van jou. En aan de andere daartegenover die van je tegenstander. Rechthoekige lange blokken. Nou, zo zet je er vijf op een rij, geloof ik. Ik weet even niet helemaal uit mijn hoofd, maar dat is mijn vijf op een rij zo. En dan moet je die proberen. Je hebt dan staafjes, zeg maar houten staafjes, en dan moet je proberen naar de andere kant van het veld zo'n blok om te gooien. Het blok wat wordt omgegooid, dat moet de tegenspeler naar jou toe gooien, voorbij de koning. Of niet voorbij te komen, dat hoeft trouwens niet. Was het niet zo? Ik weet het eigenlijk niet meer. Dat was iets. Je moet in ieder geval eerst alle blokken omgooien en daarna mag je op de koning mikken. Nou goed, het past zelfs niet op mijn velletje. Ik heb het alweer te groot getekend. Nou, zo vijf dus. Goed, je hebt houten staafjes. Die zijn rond. En dan mag je mee gooien. Balkjes zeggen, noemen ze dat, zeg maar. En dat zijn er volgens mij. Werpstokken zijn er zes. Dus je mag met zes werpstokken gooien. Proberen het balkje van je tegenstander om te gooien. Ja, dat is een goeie. Ik weet eigenlijk helemaal niet precies hoe het spel ook alweer ging. Ik moet dat toch nog eens even bestuderen voordat we dadelijk gaan kamperen. Want ik geloof dat je met zo'n balletje moet die omgooien. Dan mag die tegenstander, die gooit hem dan naar jou toe. En die moet proberen met zijn stokjes die dan weer om te gooien. En als alles om ligt uiteindelijk, dan mag degene die het eerste de blok van de tegenstander om heeft, die mag dan de koning proberen om te gooien. En nu is die wel in verhouding alweer heel erg groot. Nou, ik zou zeggen, ga zoeken op Cups. En nou, er zijn natuurlijk nog veel meer leuke spelletjes voor op de camping. Hè. Denk aan Jeu de Boule. Ook altijd heel erg leuk om te doen. Er zijn van die metalen ballen heb je dan. Per persoon drie ballen. En die moet je zo dicht mogelijk in de buurt van een klein balletje gooien. Nou, dat klein balletje die gooi je weg in zo'n griffelbak. En dan moet je proberen zo dicht mogelijk jouw ballen bij het balletje te krijgen. En wie de meeste ballen dichtst bij het balletje heeft liggen, elke bal die dicht bij het balletje ligt, krijgt een punt. Ja, dan heb je gewonnen als jij het dichtst bij het balletje gooit. Ja, totdat je 11 punten hebt, geloof ik. En dan is het spelletje afgelopen. Dus wie het eerst aan die 11 punten komt, die heeft gewonnen. Ja, degene die de bal dichtst bij heeft gegooid, die gaat tellen van hoeveel ballen heb ik er nog meer bij gooien. En dat zijn punten. En dan is de. Dan gaan we. Dan, ja, dan gooit de ander het balletje weg. En dan ga je weer proberen zo dicht mogelijk erbij te komen. En dan ga je weer tellen. Dus het kan zijn dat je met 0 punten eindigt en de andere heel veel punten heeft, omdat hij steeds het dichtst bij het balletje gooit. Of ja, dat gaat gelijk op en ja, dan is het spannend wie er gaat winnen. Ja, wat hebben we nog meer op de camping?
Je hebt van die tennisbedjes, houten vaak. Nou, daar kun je ook balletje mee overslaan. Ook altijd een leuk spelletje. Ook met een klein balletje. Niet het balletje natuurlijk van je jeu de boule. Dat zijn drie ballen. Laten we ze dan ook even alle drie tekenen natuurlijk. De ballen kan je uit elkaar halen, omdat ze dan... je hebt steeds een set van drie ballen die een ander lijntje hebben. Dus daarmee kan je ze uit elkaar halen. Nou, een bedje, dat is dan een houten bedje. Zo. En dan het zijn twee bedjes en dan kan je een balletje naar elkaar overslaan. Nou, badminton natuurlijk. Badminton is een van de spelletjes die ook heel veel op campings worden gespeeld. Hè. Een soort tennisracket, maar net wat dunner, wat smaller. Nou, ik zit hier dan weer in de... Moeilijk met mijn blokken, zie ik. Het is eigenlijk geen tennisracket, het is een badmintonracket. Zo. Zet hier van dat soort gaas. En dan heb je natuurlijk een shuttle bij. Ja, shuttle, hoe ziet een shuttle eruit? Vroeger hadden die echte veren. Zo'n shuttle. Tegenwoordig is het gewoon kunststof. Zo. En er zit hier nog zo'n ruitje in of zo. En ja, die vliegt dan soms ook op het dak van de caravan. En dan of op een tent. Of op een auto, dak van de auto. Wij raken altijd veel shuttles kwijt op vakantie. Helaas. Maar vroeger hadden we ze met echte veren. En dat is ook wel leuk om dan een keer te badmintonnen. Twee rackets. Ik heb er nu eentje getekend, ook één bedje. Hier heb ik dan nog een balletje bij. Het zijn eigenlijk twee bedjes natuurlijk die je moet hebben. Ja, nog een leuk ding wat je op vakantie kan doen. Ik ga toch even een nieuw blaadje pakken. Wat dacht je bijvoorbeeld als er een beetje wind is? Vliegeren is ook altijd een leuke buitensport. Wat je eigenlijk, als je thuis bent, doe je dat niet veel. Oh, dat is natuurlijk weer niet de beste vlieger. Vliegers kan je ook heel leuk zelf maken. Met kreppapier of van het vliespapier. Ik weet niet of dat nog te verkrijgen is eigenlijk. En dan leuk als er ook zo'n staart aan kan maken. Op de hoeken maak je touwtjes vast. Die breng je naar elkaar toe. Zo, en dan een touwtje naar beneden. En de wind doet de rest. Zorg dat die vlieger omhoog gaat. Die staart houdt hem instabiel. Die houdt hem stabiel. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook nog andere vliegers. De matrasvliegers. Een beetje een soort parachute-achtige vliegen. Zo. En die zijn wat wendbaarder, die vliegers. Omdat het luchtkussens zijn, zeg maar. En als je dan hier aan twee kanten ook dat vlieger kan bedienen, zo. Dan kan je hem allerlei stunts ook laten doen, zo'n vlieger. En dat is toch wel erg leuk om een dagje te gaan vliegeren. Maar ik zeg al, je moet wel een beetje wind hebben. Want ik ben ook wel eens een keer gaan vliegen en er was af en toe een briesje. Ja, komt die vlieger, die komt niet van de grond. Ja, dan twee tellen en dan ligt hij weer ergens plat in het weiland of in het veld. Goed, verzin zelf nog wat vakantiespelletjes. Ja, je kan natuurlijk ook bordspelen meenemen, hè, op vakantie. Die heb je ook een kleinere formaat. En dan kan je gewoon ook aan een campingtafel een leuk bordspelletje doen 's avonds. Bijvoorbeeld Yahtzee. Dat hebben wij heel veel gespeeld op campings. En... ja, er zijn nog meer van dat soort spelletjes. Uno, ook een leuk spelletje om te spelen. Regenwormen, ook een leuk spel. Ik zou zeggen, ga eens kijken. En als je op een vakantie gaat en je gaat kamperen, of je gaat met de caravan weg, of neem leuke spelletjes mee voor in de avond of overdag als tijdbesteding. Erg leuk om te doen. En als je met meerdere bent, zeker... leuk. En ook om vrienden te maken op de campingen. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.